Als mensen een kind krijgen, dan hebben ze meteen alles voor dat kind over. Nou, een van de beste dingen die je nu voor ze kunt doen, is zorgen dat ze een toekomst hebben op een leefbare, prachtige aarde. We gaan niet goed met de natuur om, sinds de 50 jaar of zo. En dat is ernstig. En het klimaat verandert in een vrij snel tempo. En dat komt omdat we zoveel fossielen verbranden. Daar moeten we mee ophouden. Nou, ik als natuurkundige heb ik daar een tikkie kijk op. Als politicus weet ik hoe de politieke kanalen lopen en wat er gedaan moet worden. En als schrijver kan ik ook nog mensen bereiken, maar dan in de vorm van roman. En als gewoon ik dus een oude man ben geworden, vind ik dat ik toch dat nog moet doen, dat uitdragen. Het is natuurlijk ontzettend moeilijk om het te laten lukken. Waarom? Omdat de meeste mensen niet weten dat het ernstig is. En we kunnen wel zeggen, politiek neemt de leiding, en dat zeg ik ook vaak. Maar ik weet ook wel dat de politiek het alleen maar kan als de mensen het ook willen. En de mensen willen het alleen maar als ze het weten. En dat is dus wat we allemaal moeten doen. Degene die het weten, de mensen overtuigen, voor hun toekomst, voor hun kinderen, is het noodzakelijk. Iedereen kan doen wat naar zijn vermogen is. Ten eerste kun je zelf zo duurzaam mogelijk leven. Laat het licht niet branden als je er niet bent. Koop ledlampen. Ga eens wat vaker met de fiets. Eet minder vlees. Dat helpt een heel klein beetje, maar het straalt ook uit naar je omgeving. En dat is altijd mooi. Als mensen samen iets gaan doen, dat leidt meestal tot iets.